Ik stuurde dus een vraag naar Ed van Cameraland en wat doet hij vervolgens? Stuurt hem dus naar het strand hier in Egmond aan Zee. Ik zou niet weten waarom. Hey, nou ja, wel goede timing. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Zijn we weer? Nou, was een koning hier vooraan, hè? En je hebt Jelle meegenomen. Crash test dummy. Gezellig hoor. Hoi. Hoi. Had je een vraag gekregen? Ik had je vraag gekregen. Jij vroeg actieve vakantie, ja. Robuuste camera. Ja. Ik denk, het is prachtig Nederlands strandweer. Ja. Ga maar eens kijken of dit wat voor je is. Want dit is nou typisch een zo'n TAF-camera. Okay. Van Olympus. Die zou dat allemaal moeten kunnen. Maar ja, je kent ons, wij geloven niet alles wat ze zeggen. Zo taf is hij misschien helemaal niet. We gaan even kijken of hij echt taf is. Oh, lachen. Lijkt me leuk. Ja, het is echt wel een leuk ding. Weet je, als je stoere vakanties hebt, kanovaren, abseilen, bergsport, wintersport. Maar ook kinderen van de kinderglijbaan. Het ding kan gewoon vallen van 2-3 meter hoogte. Oké. Okay. Hij kan, wat wil je? Nou, testen natuurlijk. Testen. Jelle, neem eens even een foto van ons. Hou. Hij doet het nog wel, hoor. Doet hij het nog, Jelle? Ja, kom maar. Even een stukje naar achteren, man. Oh, mijn jongen, nog even foto. Nou, het vallen heeft hij overleefd. Nou, inderdaad. Ze zeggen 2 meter, wij deden 20 meter. Ach, kleine geitje. Moet kunnen, toch? Wat is test 2? Test 2 is, kan hij zwemmen? Zij zeggen, hij kan zwemmen, hij kan snorkelen, hij kan duiken. Okay. 15 meter onder water. Ja. Ik denk, we gaan het maar eens proberen. We hebben een zonovergoten Nederlandse stranddag. Prachtig. We hebben Jelle. Nou, wie kan er beter snorkelen als hij? Eén en één. Er zit vis, er staan hier wat vissers. Dus ik denk, laten we dat cameraatje... Oh shit! Meneer, volgens mij heb je beet. Wil je hem even binnenhalen? Ja, er zit wel wat aan, hè? Ja, ik hoop dat hij doet. Ik hoop dat we hem nog hebben. Ja. Oh, uitgeklapt scherm. En. Ah, doet het gewoon. Dat is wel leuk. Lachen. Kijk eens, meneer. Nou, naar mijn idee heeft hij alle testen wel te staan. Nou, volgens mij ook. Dus we gaan lekker de winkel in. Ja. Dan laat ik je even zien wat verschillende modelletjes er zijn. Ik had wel verwacht dat hij stoer zou zijn, maar hij is wel heel stoer. Nou, gelukkig. Wat ons betreft krijgt hij een speciaal award. Oké. De Cameraland Happy Family Award. Want als je dit kan... Dan kan je ook goed thuis zijn in een gezin met 3 opgroeiende kinderen bijvoorbeeld. Nou, lijkt me echt een camera voor jou. Bedankt. Hey, er staan allemaal verschillende. Ja, er zijn 2 soorten. Je hebt de TG80 en de TG4. Mm-hmm. TG4 onderscheidt zich door focus stacking. Dus die is naast al die andere dingen, is die ook nog uitstekend voor macrofotografie. Oké. Okay. Er is nog wel 1 tip. Als je nou... een camera meegenomen hebt naar het strand, zout water, spoel hem dan even af in schoon water. Ja. Dus jij krijgt hem in de emmer mee. Nou, is het wat voor je, denk je? Ik denk het wel, dankjewel. Okay, pak ik er zo eens.